Dag meneer. Bent u blij met de versoepelingen die eraan komen? Natuurlijk is het altijd beter. Ja? Ja. Dus u bent wel blij? Ja, dus, ik ben altijd blij. Maar zou ik niet blij zijn? Je bent er nog. Ja, zo is het. Ben je blij met de versoepelingen? Nee. Nee? Nee. Waarom niet? Ze moeten alles opengooien. Oh. Zijn jullie blij met de versoepelingen? Ja, echt wel. Het is wel oké. Ik moest er even over nadenken. Terras. Nee, ja, maar ik was even aan nadenken welke het ook weer waren. Maar ja, lekker op het terras zitten volgende week. Daar heb ik echt wel zin in. Ja, ik vind het wel prima. Dat is weer zo vrij als een vogeltje in de lucht. Hè. Ja? Kan je weer, ja, nog niet helemaal. Gaat u weer zweven? Begrepen, ja. Nou, ik ben toch al zwevend, want ik ben beeldend kunstenaar. Dus je bent altijd wat zweveriger dan de rest. U heeft eigenlijk niks gemerkt van de afgelopen jaar? Nee. Weinig. Maakt mij niet uit, joh. Nee? Nou, er zijn ook mensen die zeggen het is te vroeg. Er zijn mensen die zeggen... Ja, van 12 tot 6 kent toch niet. Want het terras open? Ja, kent toch niet. Mensen komen allemaal van de werk. Ja. Ja, toch? Dus daar heb je niks aan eigenlijk? Ja, eigenlijk heb ik niks aan mee. Ja. Ik kan niet eten ook. Wat vindt u van de versoepelingen die eraan komen? Nou ja, ik heb net de krant gehaald. Ik moet het nog tot mij nemen hier. Oh. Ja? Moet ik het even kort vertellen? Vertel het eens, de avondklok gaat eraf. De terrassen gaan weer deels open. Oh. En de winkels die gaan open. Oh, het is niet te geloven. Bent u blij? Ja, wat dacht jij wat? Ik sta te branden hier. Ja, en vanaf wanneer? Woensdag aanstaande, 28e. Jezus, ik kan niet wachten. Ik ga al vertellen. Alsof Sinterklaas komt, weet je wel. Jezus, nog aan toe. Het gaat een beetje snel. Ja? Ja, vind ik wel, ja. Okay. Het is niet verstandig wat u betreft? Nee, had toch wel even mogen wachten. Oké. Okay. Ja, nee. Oké, waarom? Ik heb het eigenlijk niet meer gevolgd, om heel eerlijk te zijn. Ik geloof het niet, ik vertrouw het niet. Dat. Wat vertrouw je niet? Dat het gaat gebeuren. Oh. Zometeen gaan de versoepelingen gaan in, ja? Ja. En dan een week later zegt Mark Rutte, nee, jullie gaan weer in lockdown. Want de cijfers die gaan omhoog. Ja. Dus daarom zeg je ja en nee. Ja en nee, klopt. Zijn jullie blij met de versoepelingen die eraan komen? Op zich wel. Ik ben wel benieuwd of het wel niet de besmettingen weer heel erg omhoog brengt. Aangezien we nu toch alweer een beetje op een hoogtepunt zitten. Dus dat, ik weet niet zo goed wat ik ervan moet denken. Zelf ben ik er heel blij mee, maar of het verstandig is een tweede. Dus dat, Denk jij er ook zo over? Ja. Vandaar het mondkapje ook. Ja, klopt. Er zijn ook mensen die zeggen, nou, die versoepelingen komen misschien wel wat te vroeg. Het is niet verstandig. Wat denkt u? Als je alles van tevoren weet, kom je nooit te laat in je leven. Dat is wel waar. Dus gewoon proberen. Dat is het toch? Ja, dag. Ik heb de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Ik krijg nou gauw allemaal wat. Ja, ik ben er niet bang voor. Nee. Ik loop gewoon rond. Ik doe alles. Laat maar komen, die versoepelingen. Laat maar komen. Ja. Ja. En de bangerikken, dan denk ik, daar hebben we nooit een oorlog mee kunnen winnen. Hé, onthoud het maar. Hoi. Ben jij blij met de versoepelingen? Ja, zeker weten. Ja? Ja. Ik ga overal blij mee. Ja? Hij had je overal blij mee, maakt hem niet uit. Nee, dat is wel het toch? Nee, afstellig goed. Ga je lekker terrasje pakken volgende week? Zeker weten. Ja? Ik ben verjaardag ook. Ben je jarig volgende week? Ja, 28. Oh, nou. Ja. Komt net op tijd dan die versoepeling. Nou, ik hoop dat je het houdt. Hij neemt je, goeie fijne dag. Hij ging. Nou, fijne verjaardag alvast. Hoi. Hoi. Het is met de terrassen wel zo dat die alleen open zijn tussen 12 en 6. Kijk hier. Dus we zijn toch weer gebonden aan een tijdstip. Ja. Of een uur dat we weg moeten. Vindt u dat erg? Heren met tijd. Ja, ik blijf altijd graag laat op. Ja, ik woon hier in de binnenstad. Het is hier een en al een dode boel. Ja, het lijkt wel of een begrafenisondernemer naast me woont. In plaats van mensen, weet je wel. Ja. Te stil. Stil, ja, niks van mij. Maar vroeg pieken dan maar op dat terras. Dan ga ik maar vroeg pieken. Ja. Dan ga ik maar vanaf 12 uur daar zitten. Ja? Ja? Oké. Okay, ik kom eraan hoor, Luden en La Luna hier in de passage aan het eind. Geniet er lekker van weer. Dat doe ik. Hé, fijn dat ik jullie zag. Oké. Okay. Ga je goed, hè? U ook. Dag, schatjes. Voorzichtig. Ja, doe ik. Dag. Dag.